Jordy van Delen, een teleurstellende avond. Ja, heel teleurstellend. Wat van tevoren wat we gedacht hadden, hebben we niet vertoond op het veld. Dat is een teleurstellend resultaat. We hebben gewoon veel te weinig gecreëerd. Eerst zelfs hebben we één goede kans met Barto. En dan het tweede jaar probeer je met iets meer opportunisme de band te breken. Maar dat lukt ook niet echt. We creëerden gewoon veel te weinig en hun stonden gewoon compact goed. En dan op de 10 minuten verkrijg je een knullig doelpunt tegen. En toen was het over, denk ik. Ja, die eerste helft bekijk jij vanaf de bank. Je ziet hun veel terugtrekken. Wat wordt er dan in de rust gezegd? Ja, dat we gewoon moesten blijven, het gaasje blijven zoeken. Hun zakte heel ver in. En op een gegeven moment moesten we tussen de linies proberen proberen space vrij te krijgen, maar dat lukte niet. En uiteindelijk probeer je, wat ik zeg, in tweede helft met meer optimisme de bal erin te gooien, dat die dan wel goed valt. Maar in principe hebben we veel te weinig gecreëerd en dus gewoon teleurstellende avond. Zijn jullie nu terug bij af? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat we na één nederlaag gelijk moeten denken dat we terug af zijn. We moeten gewoon positief blijven en kijken wat voor dingen we wel goed deden en wat de dingen wat we minder deden. En dan uiteindelijk moeten we gewoon weer naar de volgende wedstrijd kijken. Dat is RKC uit en die moeten gewoon proberen weer te winnen. Ik hoor jou gisteren tegen de collega's van Omroep Friesland zeggen dat je hoogstens 20 minuten kan spelen. Je speelt daar 45, helemaal kapot. Ja, het was van tevoren niet echt helemaal gepland, maar uiteindelijk doe je het voor je team en dan wil je toch gewoon staan en dat is het belangrijkste. En uiteindelijk heb ik 45 minuten alles gegeven en dat is het belangrijkste.